De Koninklijke HFC in het blauw wil graag af van die hatelijke nul. En dus is de start in Amsterdam fris en gretig. Dit is Roy Kastien. Kastien en 1-0 voor de ploeg uit Haarlem. Na 3 minuten prima schot van die middenvelder. Paasje breed is goed van Fasson. En Kastien laat zien over power in dat rechterbeen te beschikken. De ploeg uit Haarlem gaat dan door. Dit is Sterling. Heel veel ruimte. Paasje is goed. De voorzet op Olsthoorn. Maar de redding uitstekend van Jeroen Verhoeven. Hij kan het nog steeds. De oud-reservekeeper van Ajax. Dan de trucendoos van Lukili. Spits bij de dijk. Gaat er dan iemand schieten? Rudeur misschien. Maar geen problemen voor de 40-jarige van Rossum. AFC weer met de corner. Daar Tamires. En die heeft pech met de bal op de paal. Hij kan erom lachen. Ted Verdonkschot. De trainer van de Koninklijke HFC dat dan doorgaat. Dit is Morgan, ooit in de jeugd van Wimbledon. En hier een assist op Sterling en dus 2-0 voor HFC. Dik verdiend, Morgan die zet hem dan zelf op. Dit is goed meegenomen. En dan wordt Sterling toch uit het oog verloren door de verdediging van de dijk. Ze zijn beter, de ploeg uit Haarlem. Dit is van Son en dit is de paal en dan een goede redding. Andermaal van Verhoeven. Hij is veel aanwezig. Daniel van Son, daar is hij weer. Dit keer de lat. En dan heeft de HFC en met name van Son toch bijzonder veel pech. Dan dit moment, kort voor het einde van de eerste helft. Een slaande beweging van Frank Schilder. En dan kan de arbiter Cairo niets anders doen dan rood geven. De dijk dus met 10 man. De Koninklijke HFC gaat dan door. Dit is weer zo'n goede actie van Vanson. Daar is Tamires. En weer de lat. In totaal zou de Koninklijke HFC in deze wedstrijd 4 keer de paal of de lat raken. De dijk probeert dan toch nog wat met 10 man. Dit is El Ghorari. Zwarthoed. Oh, mooi gedaan. Lukili. En dan de goal van Harry Zwarthoed. Daud Spakenburger. En dus de spanning weer terug in de wedstrijd in Amsterdam-Noord. Daar de paas goed van Lukili. En dan 10 minuten voor het einde van de wedstrijd, dus de aansluitingstreffer voor de dijk. Dan de slotsecondes. Heel veel ruimte gelaten door de Amsterdammers. Dit is goed gedaan door Bronckhorst. En dan de tweede van Kastien in Amsterdam-Noord. Hij maakt de 3-1 en de Koninklijke HFC is eindelijk van die hatelijke 0 af. Zij winnen verdiend met 3-1.